helemaal niet. En de rest van de koeien die staan achter. Ja, die lopen in de landhalmen. Ja. Als je nu, als je het me nu zou vragen, zou ik zeggen, joh, begin er alsjeblieft niet aan, want er komen zoveel zorgen op je af. En daar is het leven veel te mooi voor om je in zulke nesten te brengen wat het nu de agrarische sector mee bezig is. Dat is echt, vraag het maar aan de gemiddelde boer, het is diep triest. Yeah, still 1 week here. Yeah. Oh, started writing yesterday. We spoke to the farm. We spoke to you. So I can... Oh, I'm afraid not, because it seems to be very fast, and there is a legacy already for 40 years. Because the problem was much bigger in the 1980s. We then called it acid rain. And considering that legacy, it doesn't make so much difference if we do it in 7 or 10 or 12 years. We anyhow have to wait for decades for the nature to improve seriously. Kijk, als ik eerlijk ben, dan kan ik kiezen of ik ga minder koeien houden, of ik moet minder koeien gaan houden. Of ze komen met een geweldig aanbod om te stoppen. Want ze praten over miljarden. En als het echt zo'n groot probleem is, dan moet je die boer heel goed uitkopen.